En welkom dames en heren en welkom bij een gloednieuwe video. Het is vandaag 1 januari en dat betekent dat we weer gaan uploaden zoals ik jullie had beloofd. Er zijn al heel wat video's voor jullie vooruitgewerkt. Ik heb mijn best weer gedaan. Dit is gewoon puur een uitlegvideo hoe ik dit jaar wil aanpakken. Ik hoop dit jaar in ieder geval het YouTube kanaal weer wat levendiger te krijgen dan vorig jaar. Ik probeer elke dag te uploaden. Wat me natuurlijk vorig jaar ook al aardig is gelukt. Sinds we verhuisd zijn richting de units, is het ons wel gelukt om elke dag te uploaden. Jordi en Brian doen regelmatig een livestream. Nou ja, Jordi en Brian zijn allebei redelijk druk met school. Dus weet je, ik kan niet zo heel veel van hun verwachten. Ik heb bijvoorbeeld werk bij de post en ik werk ongeveer 3 uurtjes per dag. Dus dan is het makkelijk om een video proberen te maken. Maar ik wilde eigenlijk dit jaar proberen meer tijd in te steken, aangezien mijn werk dat ook aardig toelaat. In december heb ik ervoor gekozen om dus deze video's vooruit te gaan werken. Waarom? Omdat het natuurlijk in december bij de post, nou ja, best druk is qua pakketjes, maar ook qua kerstpost. Dus dat was best wel lastig, want ik ging opeens van 3 uur per dag naar 5 uur per dag. En dat was dan 20, nog meer dan 20 uur in de week, terwijl ik normaal maar 12 uur in de week heb. Dus dat was redelijk lastig om te combineren met YouTube. Ook omdat ik gewoon niet wil dat mijn content achteruit gaat. Het was al niet heel hoog, dat weet ik. Maar we uploaden sinds ik mijn nieuwe computer heb, dus ook in 4K. Dat kan je alleen zien als je daadwerkelijk ook een telefoon of computer of televisie ter beschikking hebt die 4K aan kan. Heb je dat niet, dan zul je de 4K ook niet zien op YouTube. 1080p is ook redelijk prima. Onze content was natuurlijk altijd redelijk pixelig. Nou ja, kwam omdat mijn PC een hele oude videokaart had. Inmiddels dus niet meer. En ik ben er gewoon best wel blij mee dat wij qua graphics daardoor ook, grafisch gewoon ook best wel ver vooruit zijn gegaan. Maar met die game PC wil ik dus ook meer gaan doen. En dat houdt dus ook in dat ik wil proberen wat PC-spellen te gaan spelen. Nou, zoals ik jullie een beetje aan mij kunnen horen, is dat nog niet vooruitgewerkt? Nee, dat klopt. Ik ben daar wel mee bezig om te kijken wat is leuk en wat niet. Ik probeer wel spellen te spelen die een beetje aanstaan bij het publiek. Je moet proberen wel nieuwe kijkers naar je YouTube kanaal te trekken. Heb ik natuurlijk vorig jaar geprobeerd met de Nintendo Switch. Nou, dat wil ik wel vast gaan houden, maar niet meer elke week. Misschien als er bijvoorbeeld een Mario Kart update is, een nieuw spel, dan van een nieuw spel zou prima een serie kunnen. Maar ja, het moet ook gewoon flink gespaard worden, want ik wil natuurlijk want in maart wordt ons nieuwe huis afgeleverd. Nou, dan verwacht ik dat we er in mei of juni ongeveer in zitten. Dan wil ik mijn setup heel erg gaan veranderen. Ik wil heel veel gaan investeren in mijn setup, want ik heb nu 1 goede microfoon en 1 voor de PlayStation. Die is niet heel erg goed. Ik heb hier 2 beeldschermen uit de prehistorie. Een game PC die trouwens gewoon wel goed is, want die is natuurlijk net nieuw. Ik heb een PlayStation 5, die is ook nog niet oud. Wat logisch is, want dat ding is net uit. Maar er moet gewoon nog heel veel veranderen. En als die kamer dan af is, wil ik daar ooit een keer een setup tour video van gaan maken. Maar ja, dat is nog best ver weg. Dus dat wordt hem simpelweg nog niet. Maar qua content gaan we over naar een nieuw editprogramma. Althans, soms zul je dat zien en soms gewoon totaal niet. Maar ik doe daar wel in mijn best. Want mijn vorige computer kon dat editprogramma gewoon niet aan. Dat editprogramma waar ik de video's altijd mee maakte ook niet. Daar duurde een video renderen van een kwartiertje een uur mee. En nu is dat binnen 10 minuten klaar. Dus ja, dat is wel een groot verschil. Mag ook wel, want ik heb een 3070 videokaart nu in mijn computer. En die andere had iets van een 1060 of zo. Ik heb werkelijk waar geen idee. Dat is in ieder geval geen goede videokaart. Maar en jullie hebben natuurlijk ook de kans gehad om te bepalen welke serie er terug had kunnen moeten komen. Die serie moet nog wel gemaakt worden, want er moeten meer mensen aan meedoen. Die serie heet Jachtseizoen. Die gaat terugkomen. Maar ergens midden in het jaar. Want die video's moeten vooruitgewerkt worden. Moeten geëdit worden. En dat editen, daar zit gewoon heel veel tijd in. Net zoals in de Formule 1 Career Mode. Die had ik eigenlijk direct voor jullie vandaag willen uploaden.
Maar ja, daar zit gewoon best wel wat editwerk in. En aangezien ik dus dit opneem in december, heb ik gewoon redelijk weinig tijd. Dus ik denk van, weet je, dan maak ik eerst gewoon even een update video voor jullie. Waarom we überhaupt zijn gestopt. Ik wou überhaupt niet in december stoppen met uploaden. Maar ja, het was gewoon lastig om dat elke dag te doen. Dan zou je zeggen van, doe het dan om de 2 dagen. Maar dan dacht ik beter van, weet je wat, dan kan ik beter alvast naar januari gaan toewerken. Probeer ik de content een beetje leuker te maken. Probeer ik meer muziek onder te editen. Want, maar het is natuurlijk wel eens gelukkig in hashtag 1 van de My Team Career Mode. Maar ik moet nog even kijken of we de My Team Career Mode door kunnen zetten. Want ik heb gezien dat jullie de Driver Career Mode leuker vinden. Want zoals jullie weten heb ik natuurlijk een poll gedaan waar een jachtseizoen heeft gewonnen. De FC de FIFA Career Mode op de 2e plek stond. Maar gedeeltelijk tweede, op dit moment van opnemen, dat zal misschien nu wel veranderd zijn, met de F1 Driver Career Mode. Wat ik niet had verwacht, ik had verwacht dat jullie My Team leuker zouden vinden. Dus ik moet nog even kijken wat de afweging daarin wordt. Want omdat we natuurlijk al 1 aflevering van de nieuwe My Team op ons YouTube kanaal hebben staan. Maar dan wordt het misschien de Driver Career Mode, misschien ook wel niet, aangezien ik ook al redelijk wat van My Team heb opgenomen van de tweede race. Dus we moeten even kijken. In ieder geval wil ik in de F1 Career Mode ook veel meer tijd gaan steken. Ik wil daar ook replays in gaan toevoegen. Iets meer graphics. Want zoals jullie weten doe ik ook het commentaar voor Dutch F1. Als jij mee wilt doen aan de League Race kan dat zeker. Link staat in de beschrijving. Dat weet ik wel zeker. Dat zeg ik al heel erg. Maar dat is ook gewoon zo. En voor de rest moet ik even nadenken. Ja, in de rest van de video's probeer ik meer tijd te steken, maar dat is gewoon lastig, weet je. Want dat gaat gewoon puur over muziek. Overwatch, dat ga ik niet meer uploaden. Misschien nog wel eens een keer livestreamen. Maar ik heb gewoon gezien dat jullie dat niet leuk vinden. Dus dan heb ik ook gezegd van oké, dan doen we dat ook niet. Police Simulator werd ook niet erg bekeken. Doen we ook niet meer. F1 Manager wordt weer opgepakt op zaterdag. Dus dan heb je in het weekend Formule 1 content met zaterdag F1 Manager en zondag Career Mode. Kan zijn dat ik nog misschien beslis om die career mode van zondag af te halen en dan bijvoorbeeld verspreid naar donderdag. Of dat het 2 keer in de week komt. Dat is nog even een beslissing waar ik de knoop over door moet hakken. Maar daar heb ik, het is nu 22 december dat ik het opneem, dus daar heb ik nog even de tijd voor. Want er moet ook gewoon heel veel voorbereiding aan vooraf gaan. Zoals ik jullie al had verteld, was dit jaar niet zo heel erg lekker. Heeft dat mij gedemotiveerd in YouTube? Nee. Nee, het is gewoon puur een hobby van mij. Dat maakt mij niet zozeer uit of mijn content bekeken wordt, ja of nee. Weet je, als het niet bekeken wordt, dan weet ik ook dat mensen het niet leuk vinden. Ga ik dan gewoon door op dezelfde tour? Nee, ik probeer wel wat dingen te veranderen. Alleen denk ik niet dat je dat zo 1, 2, 3 snel gaat zien. Want ja, qua editing kan je met mijn video's niet heel veel anders. Thumbnails, daar op dat vlak valt nog veel te verbeteren. Dus ook daarin ben ik gewoon heel erg bezig om mezelf te verbeteren. Zoals jullie zullen zien is de video van maandag ook nog niet zo'n goede thumbnail. Maar voor jullie morgen. Maar ik doe gewoon echt mijn uiterste best om van dit jaar een goed YouTube jaar te maken. Iets meer livestreamen is ook wel handig. Want we hebben er natuurlijk voor gekozen om Dutch Veen van Dutch Gaming af te halen. Om gewoon ervoor te zorgen dat er... Ja, dat er meer professionaliteit komt. Dat we de race die ik gewoon afsluit van het YouTube kanaal... het is voor de kijkers ook niet handig en ook niet overzichtelijk. Weet je, voor Dutch Veen die kan je dan gewoon lekker terecht bij het andere kanaal. En niet bij deze. Voor de rest... had ik aan jullie de vraag... Welk spel jullie liever zien? GTA content bijvoorbeeld van de updates. Ik bedoel, van in december was er nog een update. Misschien dat ik daar nog een video van kan maken. Of hebben jullie liever er een tweede FIFA Career Mode bij? Zo ja, dan hoor ik dat graag in de reacties. Want daar ben ik op zich ook wel nieuwsgierig naar. Of dat de FCM Career Mode 2 keer in de week komt. Daar mogen jullie ook voor kiezen. Dan heb ik voor de rest wel alles gehad wat ik met jullie wou bespreken. Ik hoop in ieder geval dat jullie mij dit jaar enorm gaan steunen. We zijn best wel wat kijkers kwijtgeraakt. Maar er zijn er ook best wel weer wat bijgekomen qua abonnees. 200 zijn er weer bijgekomen. Zoals jullie weten hebben we vorig jaar, natuurlijk 2 jaar geleden natuurlijk een betere groei meegemaakt met de 1.000 subs. Niks demotiveert mij. Ik probeer mezelf altijd gewoon goed te motiveren. En ik vind het gewoon een hartstikke leuke hobby voor mij.
En ik ben blij dat er überhaupt mensen zijn die er naar kijken. Ik bedoel, want dat was 6 jaar geleden onwerkelijk dat ik op sommige video's 50 weergaven ging halen. Dat was toen echt, ja, onwerkelijk. En nu moet je dat eigenlijk dagelijks halen. Halen we natuurlijk bij lange na niet. Maar we doen gewoon ons uiterste best. Ja, dat was het dan ook wel een beetje wat ik met jullie wou bespreken. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie deze video een beetje leuk vinden. Vergeet dan van zeker tot een duimpje omhoog te klikken en natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En dan hoop ik jullie maandag te zien bij een nieuwe verhaallijn game die wij gaan spelen op het YouTube kanaal. Dan zie ik jullie later. Joejoe!